Wat ik nu wil delen is, hoe kan je met emotionele patronen, hoe kan je daar doorheen bewegen? We hebben altijd die neiging, of toch een heel dominante, van ofwel, ik voel me zo, ik probeer dat met mijn gedachten dan te bespelen. We hebben soms niet door dat die emoties en gedachten perfect samen horen. Of, daarnaast, ik was eventjes wat anders gaan doen. Ik was eventjes gaan fietsen, gaan fitnessen, gaan tv kijken. Maar je doet iets anders om dan die staat te kunnen veranderen. Als je snapt wat ik bedoel. De manier van de alchemist is veel meer dat. En daarom wil ik je vragen om eens te onderzoeken of je dat niet in het moment, in de situatie zelf kan doen. En het gaat als volgt. Als eerste is het te herkennen dat je vaak in een bepaalde staat komt. Zorgen, frustratie, druk, serieus. Iedereen heeft er wel eentje, hoe hoog je ontwikkeling ook is. Maar wat je misschien nog niet gedaan hebt, is van dan te gaan kijken, heel bewust te gaan zien van waar zit dat in mijn lichaam? Wat is de emotie? Hoe gaat die mentale staat samen met een emotie? Hoe zit dat in mijn lijf? En misschien ga je je billen spannen, of je tanden knarsen, of je schouders of optrekken, of oppervlakkig ademen. Er is altijd een verandering op fysiek niveau. En het bewustzijn daarvan doet al veel, maar wat je denken gaat dan proberen om dat fysiek te compenseren. Want ja, laat je schouders zakken. Adem dieper. Zet je meer recht. Het is een beetje zoals een ouder die het kind constant corrigeert, maar er is nog niet zozeer een bewustzijn daar rond. Van hoe ben ik daar gekomen en hoe kan ik de spanning loslaten? In de clip van How to Release Tension, die we vroeger getoond hebben, zat er een heel stuk van, inderdaad, hoe laat ik de spanning los? Maar dan ben je al in die situatie. Op het moment dat je gefrustreerd bent, dan kan je inderdaad door te gaan schudden, de spanning eruit gooien. Ik denk dat dat iets lastiger wordt op je werk, afhankelijk van waar je werkt. Maar als ik dat 4 keer per dag moet doen, dan mis ik iets. Dan heb ik niet het bewustzijn om het anders te doen. En dat zou kunnen betekenen dat op het moment dat de beweging komt, dat kan ook naar binnen zijn, dat je net van daaruit gaat luisteren naar wat wil mijn lichaam nu echt. Bijvoorbeeld de persoon die heel serieus is, narrow-minded, frons krijgt, een andere stem krijgt, meer gericht wordt, geprikkeld enzovoort. De ruimte valt weg, de druk neemt toe. Maar als ik dat voel, misschien kan ik dan wel al dat anticiperen door mijn lichaam wel te laten bewegen en die contractie niet toe te laten. Dus je bent je bewust van, ik begin op te spannen en voor het te veel spanning geeft, dat ik mijn lichaam toelaat door te luisteren van hoe wil je bewegen. We zijn bijna allemaal getraind om op te letten en de informatie, in school dus, de informatie in je hoofd toe te laten. Een kind kan van nature heel moeilijk luisteren als het moet stilzitten. Wel, ik in ieder geval niet. Dus luisterde ik niet meer. Op het moment dat de informatie, als ik naar jou luister, als ik de informatie echt wil toelaten, dan wil ik dat ook met heel mijn lichaam doen. En op deze manier, zoals ik nu sta, blijft mijn lichaam open. Ik zoek naar een bepaalde balans tussen mijn hersenhelften. Er is ontspanning in mijn ademhaling op die manier en ik kom niet in die contractie terecht. Heb je bijvoorbeeld de neiging om in een bepaalde situatie angstig te worden, je billen samen te spannen, je benen, je rug. In plaats van dat je dat gaat doen, luister je naar van oké, wat zou mijn lichaam nu willen? Je probeert het niet op te lossen. Als het daarom gaat bijvoorbeeld, voel ik die golf. Als ik dat toelaat, ook het openen van mijn bekken, dan wordt het heel moeilijk om in die angstverkrampte houding te komen. Dat gaat vaak, ook al zei je in een zakelijk gesprek, mensen denken dan, ja, ik kan toch niet zo zitten bewegen. Er is niemand die ervan opkijkt op het moment dat jij je houding op een zachte manier af en toe verandert, maar wel voelt van hoe je lichaam het meeste open blijft. Ander voorbeeld is van, je zit in een
in een triestheid of in een depressie, de beweging die daarbij hoort, je weet wel dat je triest bent, de beweging die erbij hoort is van weinig ademen, lagere stem, je longen gaan naar binnen. Je kan heel die beweging volgen en daar weken of jaren in zitten zelfs, in plaats van je regelmatig te oefenen van, aha, want je bent niet altijd daar, als die beweging er is. Wat zou nu, als ik een stukje daarin ga, wat is nu een beweging die je goed voelt? Dat was een goede voor mijn longen. Waardoor er ruimte komt en terug verbinding tussen je emotie en je fysieke lichaam. En het brein moet het dan niet meer direct gaan oplossen. Het is iets waar je jezelf toe moet aanzetten, omdat je anders geconditioneerd bent. Maar als je het lichaam betrekt en de beweging blijft toelaten, krijg je veel meer ruimte en bewustzijn rond het elementaal. Het elementaal is dan de gedachtevorm die jou domineert of die je doet lijden. Daar verzamelt emotie rond, maar die zit ergens in jou. Zonder de bewuste eigenaar daarvan te worden en dan beweging er rond toe te laten, word je als het ware als een zwart gat daar meer en meer ingezogen. En dan word je dat, dan word je dat elementaal wat jij gecreëerd of opgenomen hebt. Dat is niet de bewuste mens, dat is ook geen alchemie. De belangrijkste sleutel is, los van wat je gewend bent, is van, ja, ik herken mijn patroon, ik probeer het patroon op te lossen. Ik laat het patroon nu gewoon, ik voel waar het zit in mijn lichaam, ik voel wat mijn lichaam ermee wil doen. En kijk wat er dan gebeurt in mijn gevoel. Dat is bijvoorbeeld een beweging die nu heel goed voelt. Te maken heeft met iets hier in mijn lichaam die ontspanning geeft. Het is iets wat velen van ons eigenlijk vanuit de eerste levensfase al gaan verdringen zijn. Vanaf het eerste schooljaar. Vaak in de kleuterklas mag het nog wel. En dan gaat het in fase naar beneden. Vanaf 6 wordt het minder. Vanaf 12 is het helemaal gedaan met bewegen. Die creativiteit en vitaliteit terug te vinden en die bewuste link te maken, zodat dat mind, emotion, body in je bewustzijn samen kunnen werken. Ik ben erg benieuwd hoe dat voor jou is. Dus als je gaat kijken naar je patroon, welke emotie, welke plek, wat voor beweging komt erop en wat doet dat met me? Het zou fijn zijn als je dat met ons deelt. En ik denk dat als meer mensen dat doen, komt er ook meer... Ja, wordt het natuurlijker, normaler en kan je elkaar daarin inspireren.